En ik ben overvallen geweest. Hier, in Kortrijk, ik de braafste mens van heel West-Europa. Ik ben overvallen geweest. Er kwam zo'n gast naar mij toe, een gast met een nog groter mes. U had te verleven. Wat? Steen ik? U had te verleven. U had te verleven. Maar, je bent veel te vroeg. U had of... te vroeg. Ik zei, ja, je bent veel te vroeg. Jij bent die gast met een nog groter mes. Die gast met zijn groot mes is nog niet geweest. Je bent veel te vroeg. Oh, sorry. Ja, het is... Nee, ik geef vooral tips vanavond. Dat is de feit. Vergeet de humor. Humor is passé. Ik geef tips. Tips voor een beter leven. Hey, dat was een goede tip. Een goede tip. Laat u nooit op straat overvallen. Moet daar niet aan meedoen. Dat is alleen maar heldklopperij. Dus, oh, doe ermee wat hij wil, man. Tips voor een beter leven, dat is belangrijk. Hey, tips. Ik heb tips om geld uit te sparen. Hey? De beste tip om geld uit te sparen. Ik ga hem verklappen naar jullie, omdat ik u graag zie. En die tip is... Ga nooit stelen in Californische speelgoedwinkels. Niet doen. Je moet dat niet doen. Zo bespaar je geld uit aan vliegtuigticket. Doe ermee wat hij wil. Dus, hey. Tips. Nog een goede tip. Een belangrijke goede tip... Voor mensen die vannacht nog een gorilla moeten stofzuigen. Ja. Wacht tot hij slaapt. Ja. Kan je maar helpen, nee. En dan uiteindelijk, ja, ik ben dan bijna overvallen geweest. En toen was ik hier bijna, net voor dat pling hier aan de Schouwburg. En er stond daar, ik weet niet, een uur of drie geleden, stond er daar zo'n dakloze mimispeler. Ken je een mimispeler? Hij was dakloos, hè. Ik kon dat niet zeggen natuurlijk, want het was een mimispeler, maar er stond zo'n bordje voor zijn neus. Hè. Zo van, help, ik ben een dakloze mimispeler, ik heb niks, zelfs geen mandarijn. En help mij, zoiets stond erop. En die gast om bij mij een beetje sympathie op te wekken, die deed van alles. Hè. Om mij te plezieren, die deed van alles. Die deed alsof hij tegen de wind liep. Hij deed dat. En hij deed alsof hij via een trap naar beneden wandelde. Huh? Hij deed dat. Hij deed alsof hij opgesloten zat in een veel te kleine doos. Fantastisch. Hij had zo gedaan. Ik zeg tegen hem, ja, interessant. En ik zie dat je dakloos bent. Weet je wat? Blijf gewoon zitten en doe alsof je thuis bent, fucker. Het is opgelost. Hey. Dat is een tip. En uiteindelijk ben ik hier gekomen. Nee, fantastisch. Hè. Met de trein, niet met een auto. Hè. Nee. De auto. Ik, kan niet, ik ben nog een van die onnozelaars. Ik kan totaal niet rijden met een auto. Ik kan mijn weg niet, dus ik ga met een trein. Hè. Auto's, dat is ook veel te gevaarlijk. Hè, dat. Dan rij je met een auto. Hè. Voordat je het weet... Wat is dat? Een parkeerboete. Dat gaat rap. Hè. Ziet er niet aankomen. Nee, dat is voordat je het weet dat je een parkeerboete. Dat is, Ik heb nogthans ook een tip om het parkeerboeteprobleem op te lossen. Ik vind, ze zouden moeten auto's uitvinden zonder ruitenwissers. Het is opgelost. Nee, die flikken worden zot, hè. Oh, oh.